Ik ben Jimmy Kirstenbekers. Ik speel gitaar in Capital Sentimental. Ik ben René en ik speel saxofoon. Ik ben Sander en ik ben de bassist. Leg het fundament neer, vind ik leuk. Ik ben Vincent en ik ben ook gitarist. En ik ben Martijn en ik drum. Wat kunnen wij vertellen over de muziekstijl? Nou, dat het in ieder geval apart is en dat het, wij noemen het zelf progressieve psychedelica. Dat is het vergeten van tijd en ruimte. Vooral live is dat niet te vermijden eigenlijk. Dan kun je toch een beetje denken in het kader van toch meer de bands uit de jaren 70. En dan natuurlijk een vleugje van onszelf aan toevoegen. We proberen het psychedelische met het harde van het space rock wel een beetje te overbruggen, denk ik. We zijn ook nooit echt bezig met het doelbewust schrijven van nummers. Ze ontstaan op het moment dat we niet willen dat ze ontstaan en andersom. Als we willen dat ze ontstaan, dan gaan de nummers die we altijd speelden gaan beginnen lekker te gaan. Denk ik dat Pop aan Zee ook onverwachte doelen naar boven brengt.